Marcel, met wat voor gevoel sta je nou hier? Ja, een beetje dubbel. Aan de ene kant gewoon een goed resultaat gehaald. Tweede plaats gehaald, beter dan vorig jaar. Meer punten dan vorig jaar. Ja, aan de andere kant natuurlijk ook wel. Je hebt gedaan wat je moest doen. En dan hoop je toch een beetje op de wedstrijd Spakenburg-Excelsior-Maassluis. Ja, en die wedstrijd was al heel snel geen wedstrijd meer, want daar viel al heel snel een rode kaart. En dan denk je van, ja, hoeveel pech kan je hebben? Nou goed, het duurde uiteindelijk nog een tijdje voordat die 1-0 daar viel. Dus dat, ik ben nog een tijdje virtueel kampioen geweest vandaag. Ja, in de rust waren we virtueel kampioen. Ik heb begrepen dat het in de 11e minuut van de tweede helft gebeurde. Dus wat ik al zeg, dubbel gevoel. Hoe heb je het zelf aangepakt? Want je wist natuurlijk dat je het niet in eigen hand hebt. Toch hebben jullie een goede prestatie geleverd vandaag. Ja, nou ja, we hebben het helemaal niet anders aangepakt dan anders. Wij spelen gewoon onze wedstrijden en dat doen we eigenlijk bijna altijd op dezelfde manier. We gaan altijd uit van onszelf. We verdedigen op de manier zoals wij willen verdedigen. We vallen aan op de manier zoals we willen. Alhoewel we daar vandaag niet zoveel kans voor kregen. We hebben voornamelijk verdedigd. Maar dat hebben we wel met ons hele team gedaan. Dus ja, we hebben eigenlijk niks anders gedaan dan anders. Heb je de vergelijking met PSV nog gemaakt deze week? Want die ligt natuurlijk voor de hand, die vergelijking. Ja, ja, ik denk dat ik dat één keer genoemd heb in de groep. Maar je ziet dat alles mogelijk is. Misschien, ik heb begrepen dat Sargon nog een keer een omhaal had die er net niet in ging. Het was wel of geen hensbal in de 16 bij Excelsior Maassluis. Nogmaals, dat zeg ik nu allemaal omdat ik het gehoord heb. Ik heb het nog niet gezien. Ja, dan kan die daar ook misschien zo nog maar vallen, de 1-1. En dan ben je wel kampioen. Dus ja, zo klein zijn de verschillen. Maakt dat het gelijke spel van vorige week niet ongelooflijk zuur, extra zuur? Want ja, met die twee punten erbij was je kampioen geweest. Ja, dat klopt. Of het gelijkspel tegen DVS thuis, hè, waarin 3 goals worden afgekeurd en achteraf blijkt dat het de 2 onterecht zijn. Of Katwijk thuis, 2-0 voor, 12 minuten voor tijd, 2 eigen goals. Maar goed, het zijn allemaal alsen. En daar hebben we nu niks meer aan. Dus ja, het is gewoon heel jammer, maar het is niet anders. Ben je dan zo'n trainer die zegt van aan het eind van de rit staan alle ploegen op de plaats waar ze thuis horen? Of? Nou, normaal gesproken wel. Alleen in dit geval heeft, dat heb ik al wel vaker gezegd geloof ik, de wedstrijd Katwijk thuis heeft wel heel veel verschil gemaakt denk ik. Hè? Want dat was en een directe concurrent en 12 minuten voorstaan met 2-0 en dan die wedstrijd nog verliezen door 2 eigen doelpunten, 2 verschrikkelijke eigen goals en een klein foutje van de keeper. Ja, dat gebeurt je niet zo vaak denk ik. Hè? Maar goed, je hebt nu een puntenaantal. Sommige jaren word je daar kampioen mee. Ja, dat klopt. Dat is waar. Maar ja, dit jaar niet. Nee. Op 1 punt. Hoe zou het jaar nu, hoe zul je nou later terugdenken aan dit jaar? Nou, we hebben gewoon een hartstikke mooi jaar gehad. Wat wisselvallig hier en daar. Maar we hebben volgens mij de meeste wedstrijden gewonnen. Geloof ik een stuk of 18. 18 van de 30 geloof ik. We hebben geen problemen in de groep gehad. We hebben altijd goed getraind. We hebben onze wedstrijden gespeeld zoals we wilden. Geweldige supporters. Dat heb je ook vandaag weer gezien. En dat alles voor een geweldige club. Dus ik kijk terug op 3 hele mooie jaren. En specifiek dit jaar was gewoon prima. Er kan nog een bekroning komen in de vorm van de beker. Of is dat nu toch een beetje een troostprijs na zo'n ontknoping? Nou ja. Als ik moet kiezen, dan was ik vandaag het liefste kampioen geworden. Maar ja, het is wel weer een prijs. En ik heb begrepen dat AZSV er een grote happening van maakt volgende week. Dus nou, het kan gewoon nog een heel leuk potje worden. Maar ja, troostprijs wil ik het niet noemen. Het is een prijs. Maar ja, dat van vandaag was wel het allerbelangrijkste. Tot slot, jullie eindigen met 9 man. Dat is wel een beetje een smetje op deze wedstrijd, hè? Ja, nou ja. Ik mag er niet over oordelen. Ik weet alleen dat ik een speler van Katwijk ongeveer 6 meter door de lucht heb zien vliegen. Dat lijkt me wat lichtelijk overdreven. En volgens mij kreeg Ashwin daar de rode kaart voor. Het is ook niet slim van Ashwin. Ashwin moet dat gewoon niet doen. En doet het wel. En dat van Jan was volgens mij heel ongelukkig. Hij wil die bal heel hard tegen het reclamebord aan schieten. Ja, en die bal die gaat 10 centimeter te hoog en raakt een kind. Nou ja, ik denk dat hij het zelf het allerergste vindt van allemaal.